Wie komen hier allemaal? Iedereen. Breda Nu. Je weet het meteen. Sinds 3 jaar zit er een Re-Share Store in Breda. Een winkel van het leger des heils. Maar wat het verder precies inhoudt, dat vroeg ook onze reporter Rob Flemmix zich af. En bracht daarom een bezoek aan de store. Je staat hier in de Re-Share Store. Ja, waarom heet het Re-Share Store? We Share is de moderne benaming. Heeft te maken met duurzaamheid. Klinkt ook wat vlotter, wat moderner. En het heeft geen stoffig imago. Hoe ben jij hier gekomen als vrijwilligster? Ja, ik ben eigenlijk als vaste klant begonnen. Bestaat nu 1 jaar of 3. En ik ben ook 1 jaar of 3 nu woonachtig in Breda. En het vrij snel ontdekt. En met een liefde voor tweedehands kwam ik hier vaak elke week eens kijken wat ertussen zat. En op een gegeven moment zag ik afgelopen jaar een bordje met de vraag voor vrijwilligers. En zodoende ben ik hier terecht gekomen. Wie komen hier allemaal? Iedereen. Ja? Iedereen. Breda, uit Breda. Buiten Breda, toeristen. Jong, oud. Maar het Leger des Heils was toch altijd vroeger voor arme mensen. Is dat veranderd? Of? Daar zijn we nog zeker voor mee bezig. Dat is vooral in de zorg en welzijn. Wordt daar heel veel aandacht aan besteed. Maar we zijn ook anno 2019 met onze tijd meegegaan. En aangezien er heel veel kleding wordt gedoneerd, moest daar iets mee gedaan worden. Heeft de Re-Share Store ook nog een verdere maatschappelijke functie, behalve dit? Ja, absoluut. We hebben bijvoorbeeld ook cadeaubonnen. En die cadeaubonnen die zijn vorig jaar ook geschonken aan verschillende organisaties, zoals Steun Gezin. Steun een gezin? Ja, Steun Gezin, Het Vergeten Kind, Buddy to Buddy en dergelijke organisaties. Maar stappen er mensen binnen die zomaar een koopje willen of zijn het echt alleen maar mensen die denken ik moet kleding hebben dus ik stap binnen? Dat is dus heel divers. Er zijn mensen die een heel klein budget hebben, die geen budget hebben voor in de winkelstraat kleding te kopen. Die komen hier. Maar er zijn ook mensen met een groot budget die vanuit duurzaam overwegingen hier binnenkomen. Breda Nu. Je weet het meteen.